Happy Vlogmas Day 26, guys. Vandaag is het eerste kerstdag, dus ik ga vandaag weer vloggen voor jullie. Ik heb vrij, dus dat is ook wat chill. Ik lig nog in bed en ik ga zo meteen naar beneden om eerst kerst te ontbijten. En daarna cadeautjes uit te pakken. Dus dat ga ik vandaag filmen en vanmiddag gaan we gezellig eten met mijn familie. En ik heb lekker geslapen, alleen ik werd wel om 9 uur wakker. Dus ik heb ondertussen vlogs zitten kijken. En dat soort dingetjes gedaan. Ja, dus dat. Vandaag ga ik dat doen dus. En ondertussen moet ik ook nog tijd vinden om alle vlogs online te knallen. Dus dat ga ik ook even regelen. En flipsen. Het is nu 35, 10 uur 35. Dus ik heb bijna anderhalf uur vlog zitten kijken. Ik ga nu naar beneden en ik zie jullie zo weer. Net gedoucht, mijn haren zijn nog nat. En ik ga dus nu alle vlogs die ik tot nu toe heb gemist editen. Deze trui. Ik laat trouwens mijn outfit zien in de spiegel. We zijn al druk bezig met de kerstvoorbereidingen op de achtergrond. Super nice. Stond er tussen in de spiegel te kijken. Dit is trouwens de outfit die ik vandaag. Camera overpak. Dit is trouwens de outfit die ik aan heb. Deze trui, die heb ik vandaag nieuw gehad. Er staat text goes here. Het is een hele super leuke bordeauxrode trui. Een zwarte New Yorker broek. En mijn slofjes. De kerstboom is ook nog mooi. Dus ik ga daar editen. En dan lekker de vlogs editen en whatever. En dan uploaden. Want dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Ik ben niet ingezoomd, guys. Dus ik ben echt super blij met. Ook met mijn huis en zo. Super chill. Ik heb dus ook net gedoucht. Dus ik ga de vlogs editen. En dan kan ik ze gelijk online gooien. Dus lekker veel vlogs in de kerst. Op kerstdag. Vandaag. Dan ben je aan het editen en mijn kat loopt daar. En dus dat. En dan ga je lekker editen en dan loopt hij weg. Dus ik ga nu editen. Want dan kan ik vanavond alles online gaan gooien. Oh, ik ben met mijn familie. Yay. We gaan eerst kerstdag vieren. Dat mag niet. Mijn zusje zit hier. Deze. Mijn neefje. She's so cute. Dat is so cute. Ze ging net een vlog van mij kijken. En ik kan er niet tegen als iemand waar ik bij ben een vlog van mij zit te kijken. Ik heb vandaag 3 vlogs geüpload. En de Q&A met Julira is nu aan het uploaden. Het is nu al 3:30. Ik ook. Abba! Ik ga de vlog overnemen. Vind ben ik worden, ja. Hi. Ik ben nicht van Jamie. Oh, kijk. No camera. No picture. Nee. Hier is mijn broertje. Hallo, Seb. Hallo. Pepper, wat ga je maken? Appelfrap. Wat heb je in je mond? Appel? Nee, een snipje. Ik weet niet, je moet basterdsuiker gebruiken. En ondertussen is de tafel wat beter versierd met kaarsjes, kerstboom, superleuk. En lampjes daar. En daar. We hebben geen appel eten. Oh. Oh wacht, dit is een leuk nummer. Hey!
the ghetto on the thrill. Thrill. Nee, oh. Dat wil ik eigenlijk niet in, maar. Kun jij filmen? Ik wil filmen. Nou, I can't get it up. I can't get it up. Ik wil filmen. En lekker eten. Geniet ervan. Doei doei. Eten en lekker. En ik ben nu aan het chillen met mijn lichtje. De bank. Peppa. Vlogfuck. Vlogfuck. Oké. Top. We zijn nu een kerstfilm aan het kijken. Het is nu 6:45. S'avonds. Wat is hij dik? Ik heb hem nog gepest. Ik heb heel je vlog gepest. Eigenlijk moet je opnieuw starten. Nee. Nee, doe je dat niet? Nee. Nee, alles gaat lekker bij mij. Yes, no! Pepper is verliefd. Pepper is verliefd. Ja, nu moet je bedenken. Op Samuel van Be Brave. Oké, okay, de familie is alweer weg. En het is nu... 12 uur geweest. Het is tweede kerstdag nu. En ik ga lekker slapen. Ik wil trouwens nog wel even mijn cadeautjes laten zien. Er komt een aparte video online met mijn Christmas shoppings. Maar die komt pas in januari online, omdat ik dat allemaal nog moet opnemen. En 2 januari ga ik ook nog shoppen. Dus dat. Ik ga even het lampje aanzetten hier in mijn woonkamertje. Ik heb onder andere iets van Lush gekregen. Deze klok, ding, whatever. Dan heb ik deze trui gekregen. Ik heb deze gekregen. Ik heb deze Smarties gekregen. Echt super leuk. Maar hiervan komt nog een video. Ik heb dit gehad. En ik dacht toen ik dit zag, van wat is dit? Nou, dit is een soort van brillenkokertje. Mini. Maar toen kreeg ik deze erbij. Toen snapte ik hem. Dit zijn zeg maar oortjes. En dit is een brillenkokertje, maar het is een oortelefoonkokertje. Dus als zeg maar de muziek af is gelopen, of whatever, of je hebt ze niet meer nodig, dan doe je ze hierin. Dus dat is wel chill. Dan heeft mijn zusje dit nog gehad. Ik snap echt niet waarom ik dit in mijn kamer heb. Bonbons. Deze deo van Playboy New York. En ik heb het boek van Anna Nushin. Ik wil binnenkort wil ik ook nog het boek gaan kopen van Beauty Labs. Rain is superstijl, bla bla bla. Maar ik vond het wel leuk, want ik wil dit, mijn woonkamertje, wil ik veranderen. Ik heb hier een bed staan, zeg maar. En die wil ik dan ook in mijn kamer gaan zetten.
Die wil ik misschien even kijken, gewoon recht leggen, gewoon bij het raam. Dat ik dan gewoon kan chillen, weet je wel. Super chill. Dit. Dus ik ga heel even, trouwens er zijn vandaag 3 vlogs online gekomen en de Q&A is online gekomen. Dus ik ga nu heel even omkleden en in bed gaan liggen. Dus ik zie jullie morgen weer. Morgen ga ik naar het strand toe. Superleuk. Even het jaar de winkels bekijken. Misschien het boek kopen van Serena. Dus dat ga ik doen. En ik ga dus nu mijn warme bedje in. Yay. Dus ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Voor de mensen die trouwens niet weten, ik ga tot 4 januari door met vloggen. Dus tot die zondag ga ik door. En dan dus nog een week moet ik. Dat is super chill. Dus ik ga lekker slapen, lekker mijn pyjamaatje aandoen en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog, guys. Tot morgen. Doei doei.